Nou, eigenlijk is het een idee van 3FM. We hebben natuurlijk al een paar jaar Loons bij je thuis. En daar wordt zo ontzettend op gereageerd. En ook als er kaartenacties zijn, wordt er enorm op gereageerd. En omdat ze dit keer zo vroeg uitverkocht waren, ze moeten natuurlijk iedere keer iets anders verzinnen. Vroegen ze ons van mogen we een kaartje weggeven voor het leven. En dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke actie. Afgelopen zaterdag won het met heel veel inschrijvingen. Uiteindelijk hebben een paar mensen zich mogen presenteren aan een hele vakkundige jury, dat wil zeggen. Van tevoren wel een beetje uit de gesproken. Jean-Marc, tekenaar van Fokke Sukke, die heeft het gegooid op de humor. Erik meer op creativiteit en of ze het Lowlands gevoel wil hebben. En ik wilde echt wel letten op doorzettingsvermogen. Op het moment dat je hier presenteert, was er een handvol mensen, weet ik veel, een dozijn mensen. Dan weet je natuurlijk niet of ze wel of niet mee kunnen doen met al die fysieke opdrachten die ze hier gedaan hebben afgelopen week. Maar het feit dat je de lol wel ziet, dat je humor hebt en dat je daarmee jezelf presenteert. Nou, dat was voor ons in ieder geval voldoende om ze in de eerste ronde door te laten gaan. En alleen maar vrouwen. Ja, nou ja, er waren wel mannen die zich die voor onze neus verschenen. Maar op de een of andere manier waren die meiden creatiever, origineler. En die wilden het wat meer, leek wel. Nou ja, goed, uiteindelijk zijn er 7 naar de camping gegaan. Elke dag helaas 1 of 2 afgevallen. Totdat vandaag de grote climax was, de grande finale. Het ging nog tussen Karin en Florien. Ja. En die twee moesten zo snel mogelijk naar het Lowlands terrein komen. Zonder daarbij gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer. Nou, we weten hoe dat is nog van de vorige Serious Request actie. Ja. Dat wil nog wel eens tegenvallen. En in het geval van Karin viel het ook een beetje tegen, want zij strandde ergens in huizen en de telefoon deed het niet meer. En ze heeft het ons net helemaal verteld, het ging helemaal mis. En dat betekent automatisch dat die ander, Florien, dan toch de grote winnaar is geworden van Lowlands. Ik ga er nu een kroon geven. Hoort ook bij Lowlands, geloof ik, hè? Ja, die doe ik op. Hele weekend lang. Ik vind gewoon Lowlands hartstikke tof. Wat dit betreft wil ik er elk jaar heen. Ik heb er alleen niet elk jaar geld voor. En ja, nu hoef ik er nooit meer geld voor te hebben. Dat is echt super. Wat heb je er allemaal voor moeten doen de afgelopen week? Ja, echt te veel. Ik doe dit ook echt nooit weer. Dat is echt heel naar. Ja, maandag begon het met 13 uur dansen in de magneetbar. Dat is een echte Lowlander, kent hij. En dat is op zich was wel heel zwaar. Nee, dat doe ik ook nooit weer. En we moeten zwemmen een hele dag. En met uiteindelijk een hele race van maar 10 minuten, maar wel de hele dag moeten zwemmen. Foto's maken van totaal onbekende en heel veel, ja. Vandaag was wel echt het heftigst. Echt 60 kilometer fietsen naar Biddinghuizen om daar als eerste te zijn. Ik geloof dat ik echt een topsnelheid van 25 kilometer per uur had. Hoe ik dat gedaan heb, weet ik niet, want ik ben echt kantoorklerk. Gefeliciteerd, jij bent Lowlander for life! Tot welke leeftijd ben je geloofwaardig op het Lowlands terrein als bezoeker? We krijgen dit jaar iemand van 100 op het terrein. Die woont in Biddinghuizen en had aangegeven dat ze dat graag in haar leven nog een keer wilde doen. Dus Florien die kan nog heel wat jaartjes komen. Geloofwaardig? Oh, altijd. Altijd. Jawel.